In de Premier League wordt de laatste tijd veel gesproken over de regels die er gelden omtrent eigenaars van voetbalclubs. Hoe zit dat precies en waarom is er zoveel kritiek op? Meer dan de helft van de huidige Premier League clubs heeft één of meerdere eigenaren die niet uit Engeland komen. Steeds meer rijke investeerders besloten de afgelopen jaren om Engelse clubs over te nemen. Maar een aantal van die overnames leverde behoorlijk wat discussie op. Football Chronicles. Twee voorbeelden daarvan zijn Newcastle United en Chelsea. Newcastle United werd in 2021 namelijk overgenomen door het Saoedi-Arabische Public Investment Fund, kortweg PIF. Een jaar later kreeg ook Chelsea een nieuwe eigenaar, het Amerikaanse Clear Lake Capital. En nu komt het, want PIF, dat is dus de eigenaar van Newcastle, is ook investeerder in Clear Lake Capital. En dat bedrijf is dus de eigenaar van Chelsea. Dus hoe zit het nou met die Saoedi-Arabische banden die die twee Premier League clubs hebben? We beginnen bij Clear Lake Capital, de eigenaar van Chelsea. Wie Clear Lake Capital zegt, zegt Todd Boehly. Hij is het boegbeeld van Clear Lake Capital en volgens Forbes is hij ongeveer 4,5 miljard dollar waard. Clear Lake Capital is een verzameling van private investeerders. Naast Chelsea is het bedrijf ook betrokken bij de LA Dodgers, LA Lakers, de LA Sparks en de Franse voetbalclub RC Strasbourg. Bij die laatste staat nu overigens Patrick Vieira voor de groep. Dan gaan we naar Noordoost-Engeland, oftewel naar Newcastle United. Het Public Investment Fund, PIF, is nu dus eigenaar van die club. Eigenlijk is het PIF een investeringsfonds van de Saoedi-Arabische overheid. In 1971 richtte de toenmalige koning van Saoedi-Arabië het fonds op, zodat het land strategische investeringen kon doen in bepaalde projecten. En dat gaat niet alleen om sportprojecten, want inmiddels heeft het PIF ook voor miljarden aandelen in onder meer Uber, EA Games, Nintendo, BP, Boeing, Facebook en Disney. Daarnaast investeert het PIF dus ook in Clear Lake Capital, die eigenaar van Chelsea. En alsof het nog niet genoeg is, is het ook nog voor 75% eigenaar van de vier grootste voetbalclubs in Saoedi-Arabië. Al Nasser, Al Hilal, Al Ittihad en Al Ahly. Die clubs hebben op die manier dus eigenlijk een link met Newcastle United en Chelsea. Deze zomer zag Chelsea al Koulibaly, Mandi en Kanté naar Saoedi-Arabië vertrekken, terwijl Saint-Maximin van Newcastle United overstapte naar Al Ahly. En er waren een hoop geruchten, want onder meer Ziyech, Aubameyang, Lukaku en Hudson-Odoi werden in verband gebracht met een Saoedische transfer naar één van die vier clubs. Heel gek zijn die transfers dus misschien niet, als we weer even bedenken wat voor rol PIF speelt bij die clubs. En dat levert ook wel veel kritiek op, want sommige mensen zeggen dat Chelsea op deze manier de financial fair play regels probeert te omzeilen. Door overbodige spelers die heel veel verdienen, als het ware te lozen in het Midden-Oosten. Chelsea zelf en de Premier League zwijgen ondertussen over de invloed die het Saoedische PIF zou hebben. Aan de andere kant is er in de voetbalwereld al langer sprake van situaties die een beetje vergelijkbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan de imperiums van de Citigroup en de Red Bull clubs, die al jaren worden gedoogd. Wat vind jij van de banden met Saoedi-Arabië die Newcastle United en Chelsea hebben? En is er volgens jou een verschil met de City en Red Bull imperiums? Laat het weten in de reacties.